Denzel James, het was wel te zien dat jij erg zin had vandaag. Ja, ik heb er altijd zin in. Alleen een beetje last van mijn hamstrings. Maar ja, ging wel goed, ja. Ja, want je ging lekker, hè? Ja, de laatste tijd zit ik goed in mijn vel. Naar mijn zin, dus dan ben ik fit, dus dan gaat het wel extra goed. Maar ja, je trekt eigenlijk gewoon de lijn van de voorbereiding helemaal door. Ja, ik heb 4 doelpunten gemaakt voorbereiding. En vandaag eentje, dus zo doorgaan. Moet dit jouw seizoen worden? Nou, ik wil niet veel druk op mijn eigen schouders leggen. Maar ik wil wel met het team gewoon zo goed mogelijk presteren en gewoon promoveren. Ja, want je was op de linkerflank eigenlijk een plaag voor je tegenstander. En uitgerekend op de rechterflank maak je dan de goal. Ja, vorig seizoen stond ik rechts buiten. Alleen Kees die wilde mij op links proberen. Ja, ging wel goed. Dus ik mag af en toe ook aan de rechterkant komen. En toevallig mijn goal aan de rechterkant. Bevalt dan die nieuwe rol? Ja, ik ben vroeger ook altijd linksbuiten geweest, dus ik ben het wel gewend. Was in het begin wel eventjes wennen, maar nu heb ik het wel weer goed opgepakt. Ja, en vandaag eigenlijk vrij eenvoudige overwinning, maar toch lijkt het wel of jullie jezelf niet wilden belonen. Hoe zag jij dat? Ja, we scoorden niet. 1-0 voor uiteindelijk. Die 2-0 kwam maar niet. En dan zie je dat zij er ook weer in beginnen te geloven. En dan wordt het nog lastig, word je ook moe. Zware benen en dan gelukkig valt die 2-0. En dan uiteindelijk was het toch best wel makkelijk. Niet veel weggegeven. Maar door jouw kwaliteit, ook met je snelheid, kwam uiteindelijk ook die 2-0. Want dat was echt een zee aan ruimte. Ja, zij gaan natuurlijk voor die 1-1. En dan komt er ruimte achter de verdediging. En Tjert die stak me goed weg. En die kon 1-1. Dat was een goede samenwerking sowieso wel tussen jullie. Ja, Tjert en ik zijn sowieso wel vrienden. Dus het komt wel goed. Kortom, gewoon ging lekker vandaag en op naar volgende week. Ja, volgende week Rijnvogels. Vandaag gelijk gespeeld, zeg ik. Ja. Dus dan voor de 6 punten dan. Yes, dankjewel.